Geweldig. Leontien, welkom. Naast je ligt een foto. Kan je die pakken en vertellen wat je ziet? Ah. Ja, ik zie echt mezelf als zeer onschuldig en naïef nog de wereld in kijken. En ik heb mijn oudste zoon heb ik op schoot. En was je toen bezig met geld verlaten? Ik spaarde. Vanaf het moment dat ik kinderen heb gekregen, ben ik gaan sparen voor hun. En in dit geval dus nog voor hem. Ik heb zelf altijd een spaarpot gehad en ik wilde die manier van leven ook meegeven aan mijn kinderen. Oké, nog een foto. En nu maken we een kleine sprong in de tijd. Geweldig. Oh, wat mooi. En heb jij het voor deze persoon goed geregeld? Nee. Ik denk dat er wel wat dingetjes nog kunnen veranderen. Als zelfstandig ondernemer en pensioen, zeg maar. Als ik nu ga sparen voor de toekomst, of in ieder geval voor dat pensioenstuk, dan kan ik nu minder genieten. Dus dat is een dilemma dan. En nu de laatste vraag. Heb je wel eens nagedacht over beleggen voor later? Nu zou ik niet beleggen. Nee, vind ik niet interessant. En het geld wat ik nu heb staan als buffer, dat staat nu op de spaarrekening. En dat staat er dus. Het groeit niet. Het is er. En ik kijk in de toekomst wat er voor mogelijkheden langskomen.